De eerste keren loopt ze een beetje schaamte rond, want ja, hè, wij holten nog zwerfvel op. Maar op een gegeven moment hadden we er wel een beetje zin in. En ik merkte, er waren een paar ouderen binnen die dat ook heel fijn vonden. En dat die onder de mensen kwamen en dat ze een gesprek hadden met die mensen. En zo is dat opgestart. In de Klingerberg is het goed leven en wonen. We helpen elkaar en zorgen voor een mooie en fijne sfeer. Pierre woont al zijn hele leven in de Klingerberg. Hij heeft de wijk zien ontstaan en groeien. En nadat hij in de WW beland was, wilde hij zich inzetten voor de leefbaarheid in de wijk. Ik was in de WW en ik had dat dak als in de gedachte van, ja, dat moest toch eens een keer wat doen heen. Ook voor de gemeente. Hè. En toen liep ik op een zondagmorgen heen. En dat loopt net weer door. Een en al blikjes, grij en alles. Ja, maar doe ik. Opraven of. Er lopen er zelf tuiten bij, draagtassen. En aan de andere kant kwam een jonge dame aan. En die stond ook zo van. Die was met een hond aan wandelen. Nou, toen zijn we begonnen allebei op te rapen. En toen hadden we er wat in een troep. Hè. Zullen we misschien samen kijken of we niet wat kunnen doen? Nou, en zo is dat opgestart. Inmiddels is er een vast team vrijwilligers iedere maandagochtend druk in de weer om de Klingerberg schoon te houden. Ik ben gepensioneerd en ze hebben me ervoor gevraagd of ik dat wil doen. Nou ja, ik had toch maandagmorgen vrede, dus ik ben dat gewoon gaan doen. Met ja, tot volle tevredenheid. Het is een hele leuke groep van mensen. En we hebben het gezellig, we drinken samen koffie. En we hebben een leuk papruitje we zijn ergens mee bezig, wat ook nog nuttig is, vind ik. Hij loopt allemaal bliksjes trouwens, soorten eruit. Oh, die liggen nou door. Oh, die liggen nou door, ja. Lachgas, van die lachgascilinders, die lopen er net al. Wat is het gekste wat we tegenkomen zien, van alles en nog wat. Onderbroek. Oh ja, onderbroek zit. Ja. Oh, duur zit. Ja. Dit is een nieuwe verdienmodel. Dat zijn blikjes met zijn geld. Dus die haalden we apart. De pot zit dus over honderden euro's. Hè. Alles bij elkaar. De gluizen, ja. Nee, maar ik denk 2-3 keer, zeker als het niet 4 keer is, dat we 100 euro gespaard hebben van het stagegeld. En dan gaan we bij de bek creëren met z'n allen. 3 gangen menu ook nog, hè. En dat is gewoon leuk. De mensen moeten zich meer bewust worden van. Je moet er allemaal mee in de hoes nemen. Of in de prullenbak groeien, dat of dat. Dan zit het gewoon maar een klakker dus, hè. Ja, net zoals hondenpoep. Mijn vriendin, dat ergens erop, spreekt ook mensen aan, hè. Hé, hey, pruimt je dat niet op? Er zit er een man, die betaalt de belasting weer. Ja, dat is niet het ding, hè. Ja, met zo'n dingen kun je, zo'n mentaliteit, ja, dan de waardering krijgen, hè, van de mensen ook. Hè, van die die begroeten of zelfs een vrouw Wies, meer Jorg liggen. Geweldig wat je doet, jongens. Ik ga nou naar de bekker en gewoon een flyer ervoor. Nou, en voor een paar weken terug was het er alweer. Nou, dat is toch gewoon leuk, gezellig. Hè? Je bent gewoon spontaan dat doen. Dat vinden we ook leuk. Gewoon de kleine dingetjes.